Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Het is vandaag dag 3 van de Flower Power Nail Art Week. En vandaag ga ik 3D acrylbloemetjes maken. Ik krijg hier altijd heel veel vragen over. Dus het leek me wel leuk om hier ook even een aparte video over te maken. Ik ga je dus laten zien hoe ik deze acrylbloemetjes ga maken. Ik heb hier alvast een nageltje voorbereid. Hier zit gewoon een fel roze kleurtje op. En dit is Bright Barbie Pink van Madame Glam. Maar je kan natuurlijk iedere kleur gebruiken die je mooi vindt. Ik heb hier gewoon een topcoat overheen gedaan. Want de 3D acrylbloemetjes doe ik altijd op een totaal afgewerkte nagel. Dus ik zorg gewoon dat ik een topcoat heb gedaan. Eventueel een topcoat zonder plaklaag of met plaklaag. En dan verwijder ik de plaklaag dus voordat ik ga beginnen. Maar de nagel moet in ieder geval gewoon helemaal klaar zijn. En daarna ga ik dus de bloemetjes aanbrengen. Ik doe die bloemetjes altijd met acryl en ik heb daar 2 van zulke doosjes voor. Dit zijn de kleine acryltjes van Magnetic Nail Design. Deze zijn speciaal voor designtjes te maken, dus bijvoorbeeld voor de 3D bloemetjes, maar je kan er natuurlijk ook andere designs mee maken. Het zijn maar hele kleine potjes, ik weet niet eens precies hoeveel dat erin zit. Maar het zijn in ieder geval gewoon hele kleine potjes. Maar omdat je natuurlijk maar een heel klein beetje nodig hebt voor zo'n bloemetje, kun je hier gewoon super lang mee doen. Ik heb 2 verschillende. Dit zijn een beetje de pastelkleurtjes en daar zit ook de wit in. En de andere, dat zijn wat iets donkerdere kleuren. En deze gebruik ik ook wel eens. Overal die roze, die paarse, blauw, groen. En er zijn nog meer van dit soort sets verkrijgbaar. Ik heb er toen ooit eens 2 aangeschaft en deze gebruik ik eigenlijk nog steeds. Ik heb trouwens ook nog wel 2 acryls van Loveness. Dit is een hele felle, beetje geel-oranje en een hele felle roze. En ook deze kun je hier heel goed voor gebruiken. Je hebt in ieder geval een acryl nodig waar geen glitters in zitten. Je moet een goed dekkende acryl hebben. Het liefst dus zonder glitters. Eventueel een klein beetje shimmer mag wel, als het maar gewoon goed dekkend is. Ik ga nu 2 kleurtjes pakken. Ik gebruik de lichtroze kleur. Dit is de lichtste roze. En ik gebruik een iets donkerdere roze kleur. Ik denk dat ik deze pak. En deze 2 ga ik zo meteen gebruiken om hier bloemetjes op te maken. Oké, wat heb je nodig? Ik heb hier alvast de acryl weggezet. De lichtroze en de donkerroze. En natuurlijk de acrylvloeistof. En natuurlijk heb je ook de penseeltjes nodig. Ik heb hier 3 penselen die ik er alle 3 voor kan gebruiken. Deze 2 zijn van Abstract en dat is een nummer 4 en een nummer 5. Dit zijn van die kleine penseeltjes met een beetje een puntje. Dit is het Loveness penseel en deze is ook heel erg fijn. Deze heeft ook een beetje een puntje. Het lijkt hier iets minder. Maar ja, eigenlijk werken ze alle 3 gewoon heel erg goed. Ik kan ze alle 3 gebruiken. Je hebt in ieder geval een 3D acrylpenseel nodig. Dus een klein penseeltje waar je dus gemakkelijk die kleine balletjes mee in model kan brengen. Ik gebruik vandaag dit kleine penseeltje. En ik heb dus deze 2 kleuren. Alleen ik twijfel of ik deze roze kleur erbij ga gebruiken. Ik heb het idee dat u misschien een klein beetje vloekt. Ik ga het toch eerst alleen even met die lichte kleur proberen. Ik pak een balletje op. Ik dep hem even af en dan zet ik hem op de nagel. Nou, je zag hier al dat er een hoop poeder naast viel. Dat kun je er gewoon afvegen. Maar mijn balletje was hier net te droog. Dus je moet dat eventjes goed aanvoelen hoe je dat het beste kan doen en welke verhouding het beste werkt. Maar goed, als je balletje erop zit, soms moet ik hem heel eventjes laten drogen. Maar je zag dat mijn balletje net een beetje te nat was. Dus waarschijnlijk kan ik er al vrij snel mee gaan werken. En dan duw ik dat balletje een beetje plat. Ik ga nu beginnen met een bloemetje met 3 blaadjes. En die kun je in principe dan al zo laten. Maar die kun je ook nog verder uitwerken tot een bloemetje met meerdere blaadjes. Maar dit is in ieder geval de basis. Dus je legt een klein bolletje erop. Nou, deze is eigenlijk niet helemaal mooi naar mijn zin. Maar goed. Er komen er nog meer, dus hopelijk kan ik het zo nog beter laten zien. Deze breng ik een beetje in een puntje. En omdat ik hier nog meer blaadjes overheen ga doen zometeen, probeer ik deze alvast een beetje zo plat mogelijk te maken. Als je nu alleen maar een bloemetje met 3 blaadjes maakt, dan hoeft die niet per se helemaal plat te zijn. Dan mag die wel iets hoger, dan heb je echt dat 3D effect. Hier heb ik ook 3 van die blaadjes gedaan. Deze zijn allemaal iets hoger. Dus daar ben ik begonnen met een bloemetje met 3 blaadjes en daaronder heb ik er dan nog 2 en nog 1 gedaan. En hier heb ik ook die 3 blaadjes gedaan, maar deze is wel iets platter.
Deze heb ik wat meer naar beneden geduwd. Maar goed, deze zit er nu op. Dan breng ik nog eentje aan. En eigenlijk is het gewoon iedere keer hetzelfde. Je pakt een balletje op. Je dept hem even af. En dan zet je hem op de nagel. Het kan soms zijn dat hij nog een klein beetje heen en weer glijdt. Of dat hij er een beetje van af wil rollen of glijden. Dan kan het soms wel eens helpen om de ondergrond een klein beetje op te ruwen. Dan is de ondergrond wat, wat ruwer. En dan hecht dat balletje er soms net wat beter aan. Heb ik nu niet gedaan. Dus soms kan het wel eens lijken alsof hij eraf wil rollen misschien. Maar als je hem dan eenmaal plat hebt geduwd, dan zit hij gewoon op zijn plek hoor. En ook dit balletje duw je weer plat. En ik probeer in het midden een beetje een puntje te maken. En aan de buitenkant wil ik hem een beetje rond hebben. Nou, dit blaadje vind ik iets beter gelukt. En hier komen straks nog blaadjes overheen hoor. Dus ik ben nou niet zo precies bij die randjes, want dat zie je straks toch niet zo goed. Dan pak ik het volgende balletje. Weer precies hetzelfde. Ik laat hem meestal even zitten. En dan duw ik hem plat. Als jouw balletje nou meteen helemaal inzakt, dan is die waarschijnlijk net iets te nat. Op zich geen probleem hoor. Als je dan gewoon even wacht, dan droogt hij een beetje. En dan kan je soms je balletje wel weer een beetje bij elkaar vegen. En dan kun je toch gewoon verder gaan. Dus dan is het niet meteen mislukt of dan hoef je het niet meteen eraf te halen. Maar dat moet je gewoon even een beetje aanvoelen. Ga gewoon lekker hiermee aan de slag. Gewoon een aantal nageltjes uitproberen. Ik heb hier ook super veel voorbeeldjes liggen met al die 3D bloemetjes. En hoe vaker je het doet, hoe handiger je erin wordt. Nou, zo heb ik al een bloemetje met 3 blaadjes. In principe zou je hier nu ook al een steentje in het midden kunnen doen. Of wat van die balletjes. Eventueel nog 1 of 2 van die blaadjes ernaast. En dan is die al prima. Ik ga nog even verder, want ik wil natuurlijk nog wat extra blaadjes erbij hebben. En als ik nou van tevoren wist dat ik een bloemetje ging maken met 3 blaadjes, dan maakte ik deze al wel iets mooier en iets strakker. Maar omdat er nu toch nog wat overheen komt, heb ik het niet zo heel precies gedaan. Nou, dat balletje leg ik eigenlijk een beetje tussen die blaadjes. En dan duw je eigenlijk gewoon precies hetzelfde. Je duwt hem weer plat. Deze blaadjes die er nu overheen gaan, hoef je dus niet per se helemaal plat te duwen. Want deze liggen er bovenop, dus dan mag je best wel een beetje dat 3D effect zien. Nou, dat is 1. En dan iedere keer tussen die onderste blaadjes leg je weer een nieuw blaadje. Ik zit er ook weer niet helemaal makkelijk voor hoor. Maar ik wil je gewoon laten zien hoe ik het doe. Ja, en dit is toch iets wat je gewoon moet gaan oefenen. Ik kan je wel uitleggen hoe je het moet doen. Maar je moet gewoon een beetje kijken, zelf een beetje oefenen. Kijken wat voor jou fijn werkt en welke bloemetjes je mooi vindt. Want er zijn zoveel verschillende soorten. En als je nu denkt, oh mijn bloemetje is niet mooi of het lukt niet. Straks als je daar weer een steentje bij plakt of zo, dan komt het er meestal altijd meteen weer wat echter uit te zien. En uiteindelijk komt het meestal wel gewoon helemaal goed hoor. Nou, hier nog een blaadje. Ik doe het nu even een beetje sneller. Want ik wil gewoon dat deze video niet al te lang gaat worden. Maar ik wil je gewoon laten zien hoe ik het doe. Dus als ik dit bij mezelf of bij klanten zou doen, zou ik er iets meer de tijd voor nemen. Maar je snapt het principe zo wel. Het zijn dus gewoon allemaal kleine balletjes die je steeds een beetje plat duwt. Nou, dan begint het al aardig op een bloemetje te lijken zo. En dan kun je hier eventueel nog een extra blaadje onder doen. Pak je ook weer gewoon zo'n klein balletje. Kijk, je ziet dat mijn balletje nu een klein beetje meer uitzakt. Dan laat ik hem gewoon even, veeg ik mijn penseeltje goed af. En dan kun je hem eventueel weer een beetje bij elkaar duwen. Nou, ook hier maak ik dan weer zo'n klein blaadje met een beetje een puntje. Een beetje zo'n druppelvorm maak je eigenlijk. En je zou eventueel ook een groen blaadje toe kunnen voegen. Hè? Dus dan maak je in plaats van dit blaadje, doe je hier dan een groene. Die zet ik er dan wel iets meer tegenaan. Dat het echt lijkt alsof die aan het bloemetje vast zit. En dan doe ik in plaats van zo'n rondje, maak ik hier een puntje. Dus dan heb je echt een blaadje, zeg maar. Dus dat kun je ook doen hoor. Ja, zo hang ik dan zo'n blaadje eronder. Doe ik aan de andere kant ook nog een keer.
Die duw je weer een beetje naar beneden. En ik vind die losse blaadjes ook altijd wel erg leuk erbij. Ik doe meestal of van zulke losse blaadjes of een paar van die groene blaadjes. Dat is maar net wat je zelf leuk vindt. Dus die kun je dan zo laten. En dan ga ik natuurlijk nog even laten zien hoe ik wat steentjes toevoeg. Hier heb ik wat Swarovski steentjes en ik heb een doorschijnende acryl, dus de clear acryl. En omdat deze ondergrond natuurlijk vrij hobbelig is, zul je hier niet zo makkelijk een steentje op kunnen plakken. Gewoon met lijm of met een gel. Maar ik doe meestal een klein balletje clear acryl maken. Die leg ik dan in het midden van de nagel. En dan pak ik zo'n steentje. En die duw ik dan in het midden van de nagel. Je duwt hem even goed in die acryl. Dat hij er goed ingeplakt zit. En zodra die acryl dan is uitgehard, dan zit dat steentje ook helemaal vast. Blijft echt super goed zitten. Meestal doe ik dan hier tussen ook nog 1 of 2 steentjes. Het ligt er een beetje aan hoe dicht dat de blaadjes bij elkaar zitten. In principe kan ik hier wel 1 steentje doen. Dan pak ik een iets kleiner steentje. En die zet ik hier in het midden. Nou, dat geeft dan meteen een heel leuk effect. Bij die andere nagels heb ik ook hierboven nog wat gedaan. Je kan eventueel nog van die balletjes toevoegen. Dat doe ik meestal dan wel met een beetje gel. Doe ik een klein beetje doorschijnende gel hierboven en daar leg ik dan die balletjes in of die steentjes. Nou, hier zie je die andere ook nog even duidelijk op een rijtje. En je ziet dat deze eigenlijk wel bijna hetzelfde is, maar omdat ik er iets minder de tijd voor heb genomen, ja, is die iets minder mooi gelukt, vind ik zelf. Ik vind deze iets mooier. Eigenlijk is die een beetje net als deze geworden, maar ja, deze is wel iets mooier, iets meer in proportie. Maar goed, zoals ik al zei, ik wilde gewoon even laten zien hoe ik het heb gedaan. Dus het gaat er vooral om dat je een goed penseeltje hebt. Gebruik dus echt zo'n 3D acryl penseeltje. Zorg dat je een goede acryl hebt die goed dekkend is en waar geen glitters in zitten. En probeer gewoon die laagjes voorzichtig op te bouwen. Dus als je meerdere blaadjes op elkaar wilt leggen, zorg dan dat het onderste blaadje goed plat is. En dan kun je daar nog de andere blaadjes overheen zetten. En je kan het natuurlijk in 1 kleur doen, maar je kan ook verschillende kleuren gebruiken. En je kan ook nog wat groen toevoegen voor de blaadjes. Dus je kan het gewoon maken zoals je zelf leuk vindt. Ik hoop dat je wat aan deze video gehad hebt en dat je nu een beetje weet hoe je deze acrylbloemetjes kan maken. Als je de video leuk vond, doe dan zeker je duimpje omhoog. Ik wil je natuurlijk weer heel erg bedanken voor het kijken. Deze week zullen er nog 2 andere bloemetjes nail arts online komen. Dus als je dat niet wil missen, vergeet je dan zeker niet te abonneren. Nogmaals, bedankt voor het kijken en tot morgen!